8 wedstrijden op rij zonder overwinning. Komt er dan een trainer onder druk te staan? Ja, tuurlijk. Onder die omstandigheden staat elke trainer onder druk. Alleen, ik denk dat ik daar wel een streepje voor heb. En behoorlijk wat draagvlak heb bij die club. En we wisten ook wel waar de oorzaken lagen. En we hadden ook wel een beetje pech natuurlijk. Kijk maar alleen maar tegen de wedstrijd tegen AFC. En met Bosma die bal van 60 meter inschiet. Wat ook nooit meer in zijn leven gebeurt. Dus ja, alles zat een beetje tegen. Maar we waren heel hard aan het werk om het lek boven te krijgen. Ja, en wat ik zeg, als je dan de laatste 4 wedstrijden kijkt voor de winterstop, ja, dan is het gewoon briljant. Staan jullie waar jullie horen te staan? Op dit moment wel, maar onze doelstelling is nu een beetje bijgesteld. Eerst hadden we dus zeg maar niet degraderen. En nu gaan we gewoon proberen de tweede seizoen zelf te winnen. Op welke manier? In de ranglijst? Nou ja, iedereen begint weer met 0, zeggen we dan. Is niet zo, maar dat doen we dan net alsof. En dan proberen wij de tweede seizoen zelf kampioen te worden. Wat is het doelstelling die u nou heeft meegekregen voorafgaand aan het seizoen van IJsselmeer Vogels? Nou ja, dat is heel simpel. Dat is ten eerste niet degraderen. Nou ja, dat gaat zeker lukken. Maar dat willen bijna alle trainers? Ja, doorstroming van jeugdspelers. Ik moet zeggen dat het ook aardig aan het lukken is met een Dylan Chazor die daar heel erg een voorbeeld van is. Jongens vanuit de jeugdopleiding die doorstromen, met name in het nieuwe seizoen. Niet degraderen, doorstroming, affectie houden met de club. En met de achterban, nou, dat lukt ook eigenlijk fantastisch, het is goede interactie. En ik vind dat we van een team wat eigenlijk toch wel een beetje loszand was, dat het uiteindelijk toch wel een heel hecht team geworden is. Samen met de staf en de TC en het bestuur en eigenlijk heel de club. Dus we spelen herkenbaar voetbal. En ik denk dat iedereen op dit moment heel veel spelvreugde heeft en heel veel passie heeft en een hoop lol heeft. Kijkt u uit naar 20 januari? 20 januari kijk ik niet uit naar het veld daar zo, maar wel naar die wedstrijd. Terug bij AFC. Heerlijk. Hoe zit het eigenlijk met de toekomst? De toekomst ziet er voor mij heel mooi uit. Ik ben gezond. Ik kan doen en laten wat ik wil. En ik heb een rijk leven. En waar is het meer volgens? Ach, in het sport weet je nooit. Maar is er op trainingskampen wordt daar vaak over gesproken bij clubs. Is dat ook bij jullie gebeurd? Nu, op dit moment zijn er wat gesprekken met spelers. En met de staf zal ook gesproken worden in deze dagen, neem ik aan. Maar wat zou jij willen? Wat ik wil. In principe wil ik gewoon volgend jaar ergens werken waar ik happy ben. Op dit moment ben ik bij IJsselmeer Vogels happy. Dus als het aan u ligt, dan blijft het langer bij IJsselmeer Vogels? Ja, maar ik ben bij DVS 33 ook heel happy geweest. Ik ben bij ACH, moet ik ze allemaal opnoemen. Ga de gang. Ik ben altijd heel erg happy. En op dit moment ben ik happy met dat waar we mee bezig zijn. En met de mensen waarmee ik werk. Dus dat ziet er op zich heel positief uit.